Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 7 januari. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook van tijd tot tijd wat regen of motregen. En de komende uren komt daar weinig verandering in, want we zien nog flink wat bewolking boven de Noordzee liggen. En die bewolking die komt ook geleidelijk aan onze kant op. Dat betekent dus de komende uren dat het nat weer is en ook grijs. En morgen wordt het onstuimig, want dan krijgen we te maken met flink wat wind uit het noordwesten. Dat heeft alles te maken met een lage drukgebied dat richting Denemarken trekt en dan zo verder richting Polen. En langs dat lage drukgebied staat een stevige noordwestelijke stroming. Het gaat echt flink waaien, stormachtig wordt de wind aan zee en misschien dat aan de noordzijde van de Waddeneilanden er zelfs wel eventjes een noordwesterstorm komt te staan en dat is windkracht 9. Ook vallen er diverse buien en bij de buien zijn zware windstoten mogelijk. Kortom, morgen wordt het echt onstuimig weer. Nou, die wind die gaat eigenlijk al in de loop van de middag en avond aantrekken. En vanavond is de wind aan zee al af en toe hard uit het westen. Later draait die wind wat meer naar het noordwesten. Er is veel bewolking en er valt van tijd tot tijd regen. En wat verder opvalt, is dat het ook erg zacht is. De temperatuur ligt zo tussen de 7 en de 9 graden. Vannacht verandert er niet heel veel. Het wordt wat droger, maar zo af en toe kan er nog wel een bui vallen. Misschien is er zelfs wel een enkele opklaring te zien in het noorden. Temperatuur die daalt naar een graad of zes. En aan de zee komt al een stormachtige wind te staan. Met name in het noordwestelijk kustgebied en rond de Wadden gaat het echt fors waaien. Ja, en dan de kaart voor morgen. Nog steeds veel wind. Zeker in de ochtend, die stormachtige wind. Zoals gezegd. Misschien dat we langs de wadden hier wel eventjes een storm krijgen: een noordwestenstorm met negen voor. Maar over het algemeen zal de wind toch wel stormachtig zijn. En wat uh, de windrichting betreft, die is uit het noordwesten. En dat betekent dus ook dat met name op die stranden aan de Waddeneilanden eilanden de kans op weer veel rotzooi groot is van die containers die gezonken zijn. Ja, misschien zijn er nog een paar opengebarsten en dan kan er dus weer veel rommel die kant op komen. Het is ook nog eens springtij, dat betekent dat de stranden heel smal zijn en dat die rotzooi dus ook ver de stranden op kan gaan komen. In de loop van de avond gaat de wind geleidelijk aan wel wat afnemen, maar het gaat allemaal maar heel langzaam. Morgen, dus eigenlijk de hele dag, een vrij onstuimige dag. En ook in de ochtendspits moeten we rekening mee houden dat er veel vertraging zal zijn door de windstoten en ook door de buien die er vallen. Ook morgen is het nog wel zacht, want de temperatuur ligt zo rond de 7 à 8 graden. Nou, de dagen erna wordt het dan in ieder geval een stuk rustiger voor wat betreft de wind. En de wind die gaat ook uh, wat afnemen. Daarbij komt dus uh, wat koudere lucht onze kant op. Dat gaan we vooral op uh, woensdag en donderdag merken. Want de temperatuur ligt dan smiddag zo rond de 5 graden. En de nacht van woensdag op donderdag, dat wordt echt een koude nacht, dan moet toch ook wel weer de ijskrabber bij de hand zijn. Want donderdagochtend vroeg is de kans groot dat u de autoruiten moet krabben. Het gaat namelijk licht vriezen in die nacht. Vanaf vrijdag wordt het weer grijs en wisselvallig weer en gaan de temperaturen ook omhoog. Nou, kijken we ook nog eventjes naar de lange termijn. Dan zien we eigenlijk dat de komende 15 dagen er nog steeds geen sprake is van echt winterweer. De temperatuur ligt over het algemeen boven het vriespunt. Ja, ruim boven het vriespunt zelfs, zo tussen de 5 en de 8 graden. En in de nachten, nou het zou eens een keer in de nacht als het opklaart, licht kunnen vriezen. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.